Hi, hij is hier. Leuk je kijkt in de Korte Week Horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 10. En dat is van maandag 2 maart tot en met zondag 8 maart. En zal een kaart schudden om te kijken wat deze week voor de stier gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof je deze week eigenlijk wat plannen hebt voor de toekomst. Je hebt er al eigenlijk bepaalde dingen uitgedacht, maar weet nog niet helemaal zeker hoe je dat nu moet gaan doen. Het is dan ook echt iets wat pas later in de tijd gaat gebeuren, maar waar je nu wel met allerlei ideeën aan het spelen bent. En ik heb daarbij wel het gevoel dat er een oud stukje is, misschien een bepaalde oude overtuiging of een beperking, die je eigenlijk tegenhoudt om het nu meteen te doen. He, dus je bent zeker wel bezig. Maar er is een stukje, het zou kunnen zijn onzekerheid, het zou kunnen zijn dat er een oude emotie op speelt van ik kan het niet of ik weet het niet. En dat is eigenlijk het stukje waar je als eerste mee aan de slag moet. Je moet eerst het gevoel hebben dat je verder kan, terwijl ik het idee heb dat je de plannen eigenlijk best wel duidelijk hebt, maar je moet ook die stappen zien te vinden om daarin in actie te gaan komen. Dit was alweer de Korte Week Horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.